In een eerder filmpje vertelde ik over dat we het internet kunnen zien als een verzameling postkantoren die jouw pakketje met elkaar delen, zodat die vanuit jou, bij jouw contact, jouw vriend, jouw vriendin terechtkomt. Maar dat betekent dus dat jouw pakketje door meerdere handen heen gaat voordat het op zijn bestemming aankomt. Een digitale aanvaller is in staat om in dat proces van het pakketje overdragen er tussenin te gaan zitten. En dat heet een man-in-the-middle aanval, een man-in-the-middle positie. En deze setup voor een aanvaller is extreem lastig om tegen te beschermen, aangezien al het verkeer van jou naar een server toe kan de aanvaller dan beïnvloeden. De aanvaller kan zichzelf voordoen als de server, maar de aanvaller kan zichzelf ook voordoen als jou tegenover de server. En als jij je pakketje dan verstuurt, zijn eigenlijk al die kwaliteitsaspecten van dat pakketje, hè, de confidentiality, de integrity en availability, kunnen worden aangepast in een man-in-the-middle aanval. En nu is de vraag, hoe los je dat nou op? Kun je niet bijvoorbeeld een soort van authenticatie instellen, waarbij jij tegenover de server zegt, hey, ik ben ik, de server, jij bent jij, en wij kunnen elkaar nu vertrouwen. Maar hoe weet de server nou dat jij echt bent wie jij bent? Wat we nu vaak gebruiken in het internet zijn certificate authorities. Dus autoriteiten waarbij je kunt verifiëren of iemand wel echt is die zegt dat hij is. Maar dan is de vraag, wie verifieert hun dan weer?